In deze editie van de ATV's Residentieserie hebben wij historicus en ex-minister Maurice Hassankan gevraagd naar zijn mening over 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Hassankan vindt dat de onafhankelijkheid beter voorbereid moest worden. De 15 maanden die waren uitgetrokken door toenmalig premier Henk Aaron waren volgens hem niet voldoende, zoals Jagannath Lajman toen ook stelde. Hassankan zegt ook dat er later problemen zijn gekomen omdat zaken niet goed voorbereid waren. Aan de andere kant geloofde hij als Surinamer dat het nodig was dat we op eigen benen gingen staan. De historicus zegt dat veel mensen geloven dat je pas je eigen ontwikkeling kunt werken als je op eigen benen staat. Daarnaast zegt hij dat de mensen optimistisch waren. Echter heeft dat optimisme volgens de historicus niet geleid tot de verwachte ontwikkeling in de jaren na de onafhankelijkheid. Politici konden het niet altijd eens worden met elkaar. Ik kan me nog goed herinneren, in de periode 78, 79 had je problemen in het parlement, een soort coalitie. Precies de helft en oppositie de helft, omdat één parlementariër was overleden en dan kon er niet vergaderd worden. Dus dan was er een soort impasse en in die omstandigheden had je ook nog de problemen met militairen. Vakbeweging roerde zich in die periode en dat heeft geleid tot die militaire staatsgreep en waarvoor veel mensen blij waren. Met die militaire staatsgreep, omdat men dacht, nu zijn we van die vervelende regering bevrijd. Die men op dat moment als onderdrukkend ervoer. Maar ik zelf, en dat herinner ik me ook goed, zat ik op de hoek van Welgedacht. Er waren heel veel mensen bij elkaar gekomen om erover te praten, want het politiebureau was in brand geschoten, over die dingen praat je. En veel mensen dachten, mooi die regering is nu weg. Maar ik ben historicus. Als historicus weet ik dat bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en andere landen heel veel staatsgrepen in de loop der tijden zijn gepleegd. En dat waar een militaire dictatuur komt, dan gaat het land echt achteruit, want dictatuur is niet in het belang van het volk. Hassankan vertelt verder hoe hij de Brasa Day, welke op 19 november 1975 is gehouden, herinnert. Op deze dag stemde Jagannath Lajman toe om Henk Aaron te ondersteunen bij de goedkeuring van de grondwet. Zeer emotioneel geeft Hassankan aan welke woorden Aaron heeft gebruikt bij het omhelzen van Lajman. Om u een omhelzing te geven, want het is onze plicht om samen dit land op te bouwen. En toen was Lajman helemaal gesmolten. Helemaal gesmolten. Ja. En dat zie ik voor mij. Historicus Maurice Hassankan, tevens oud-minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat Suriname sinds zijn onafhankelijkheid vele dieptepunten heeft gekend.